in de tv-kantine. Ja, we krijgen koninklijk bezoek. Alles is oranje. Lang leven de koningin! Hoera! Hoera! Beatrix komt naar ons toe en we zijn nog lang niet vol. Mevrouw Halsema, zit u niet mee? Meneer de voorzitter, het spijt me, maar ik snap de euforie van de heer Flemings niet. Dat al die zogenaamde kolderieke liedjes zo'n forse, rechtse boodschap hebben. Oh, daar heb ik nou nog nooit eerder van gehoord. Maar hoe zit dat dan? Meneer Flemings, neemt u dat lied bij Hoevelaken? Rechtsaf! Nou, precies. Dat is het, hè. Dat stuit me danig tegen de borst. Ik wil nog één ding zeggen tegen u. Schaam u. Maar het is een feest, het is een feest. De koningin komt! Maar, houdt u niet van een partijtje? Jazeker wel. Ik vier toch echt heus wel het suikerfeest mee. En ik vier maandelijks mijn ovulatie. Meneer de voorzitter, ik heb begrepen dat de koninklijke familie langskomt. En nou wil ik graag weten in welk programma deze belastingontduikers te zien zijn. Ja, maar wat denkt u dan? Dat is misschien wel leuk dat u dan zegt wat u vindt. Maar wat u zegt van nou, daar moet dan de koninklijke familie naartoe. Over deze kwestie houd ik liever mijn kaken stijf op elkaar, meneer Flemings. Ik hoor toch wat. Nou, luistert u dan? Ja. Ja? Hoort u wat ik zeg? Expeditie Robinson. Hoe verder weg, hoe beter. Oh, ik zou graag een programma willen zien met meer humor, ja. Ach, nou dan moet je Pieter van Vollenhoven vragen. Daar schijn je ontzettend mee te kunnen lachen. Ja, nou, dat vind ik wel een goed idee. Maar dat zie ik dan ook ineens compleet voor me.